Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik samen met onze gast Verona. We krijgen veel vragen van jullie over, is Verona te mager? Waarom is ze mager? En daar heb ik vandaag voor jullie een uitlegvideo over. Ik ga jullie eerst even laten zien hoe mager ze eigenlijk is. Coliek gehad. Nou, een tijdje geleden. Ik denk dat het inmiddels al 3 jaar geleden is geweest. Toen heeft ze, 4 jaar geleden zelfs. Ja, ik ben nu bij Veron. In Utrecht? In Utrecht. En ze is geopereerd. En... Ga maar even bij de hoofd staan, dan kunnen ze even bij de hoofd kijken. En, zo. Het gaat eigenlijk heel goed met haar, hè? Ja. Ze heeft honger, heel veel honger. Ja, en zo mogen we even een plukje geven. Ja, maar ze krijgt maar 1 handje. Laat jij handje zien. Zo'n klein handje per keer. Dat is heel weinig. Maar ze heeft heel veel honger. Ja. Maar het gaat gelukkig heel erg goed met haar. Ja. Ja. Trots op je meisje. Nou, we zijn super blij. Ze heeft een heerlijk lijf. Een mooie grote box. Helaas moet ze even nog even staan. Want dit is, dit is de intensive care. Ja. Zo, dat was heel snel. Ze heeft echt honger. Ja, lekker hè. Nou, meer krijg je niet. Nou, zoals jullie zien doet Verantje het weer. Staat er netjes bij. En gaat eigenlijk wel heel goed. Toen heeft ze ook een operatie moeten ondergaan. En ik ben super trots op haar, want ze is er weer helemaal bovenop gekomen. Maar het is nog steeds heel lastig om Verona op gewicht te houden. Ja, Roodje. Vitalstel, daarvan de producten, geven Oerbalans, Soepel Gewricht en allemaal andere soorten spullen om haar goed op gewicht te houden. Alleen dat is soms even zoeken naar wat precies bij haar past. We geven Verona ook slobber en 18+ en daardoor blijven we zorgen dat ze goed op gewicht blijft. Ook is Verona al wat ouder, dus dat helpt ook niet mee. Kom even, ja. We rijden Verona ook nog maar 3-4 keer per week, omdat ze natuurlijk wel gewoon genoeg beweging moet krijgen. Maar als we vaker gaan rijden, zijn we bang dat ze heel erg mager is. En daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Dat zijn eigenlijk de grootste redenen waarom ze op dit moment wat magerder is. En vies, maar dat denken we even weg. We laten er ook regelmatig nakijken door de dierenarts en de tandarts. Maar die zeggen juist dat het wat beter is voor een paard om iets te dun te zijn dan... te dik, want dan kan je natuurlijk ook weer allemaal problemen mee krijgen. Dus we letten zeker op dat Verona niet te dun wordt, maar op dit moment gaat hartstikke goed met haar. Ze is door de dierenarts goed gezond geklaard, dus dan kunnen we gewoon met haar ons dingetje doen en mag ze bij ons oud worden. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat ik jullie vragen een beetje heb beantwoord en dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Doei!